Hallo. Wat ga ik deze vlog laten zien? Prinsen die is ondertussen even de pelletseermachine aan het updaten. We zijn nu in de kast bezig. Ik ga de bladramenas klappen op de lichte grond. Daarna ga ik het aardappelland ploegen. En daarna de wintertarwe zaaien. De sjampost wordt gestrooid. En nadat het sjampost gestrooid is, ga ik de sporen loswoelen met de woelpoot. En ik ben tussendoor de aardappelrooi nog wat aan het schoonmaken. Bikje heeft de bladramenas geklapt. Maar waarom klappen we die bladramenas nou? Nou, die stengels die gaan verhouten in het voorjaar. En dan kunnen ze moeilijker verteren. En we willen graag hebben dat het zaad niet kiemkrachtig wordt. Ik hoop dat het nu weer gaat hergroeien. Dat we in het voorjaar gewoon nog een keer kunnen klappen. Kijk eens hoe diep dat de wortels zitten. De grond is helemaal doorworteld met wortels van de bladramenas. Nou, hier zit nog een worm. Hier hebben de aardappels gestaan op lichte grond. Ik ben dat nu aan het ploegen. Met de 5713 zou ik de eerste keer dat ik met deze trekker ploeg. Want de 6718 die staat nog voor de aardappelrooier. Ik ploeg dit land om het onkruid onder te ploegen. Anders moet ik een bespuiting uitvoeren. Dan ga ik morgenmiddag tarwe zaaien hier. We zijn begonnen met tarwe zaaien. Bennington 200 kilo per hectare. Voorop hebben we aandrukwielen. Vier stuks met wat frontgewichten. Anders kunnen we niet keren op de kop hakken, want het achterop weegt het nogal wat, gaat de trekker achterover. Achterop hebben we de Evers cultivator. En daarachter hangt de schijvenzaaimachine. We rijden op GPS. En dit is relaxed werk, gaat mooi. Gisteren dit land geploegd. Nu zaaien vanmiddag en een deel vanavond, dan kan het groeien.
Nou, maar eens even kijken hoe het met dat zaad is. Kijk, hier ligt de tarwe. En hier. Centimeter 4 diep. Even vlak maken. Nou, de Sjampost is gebracht. Dan kunnen we het uit laten spreiden door wierige uit Espel. Nou, de Sjampost ligt erop. Er ligt een mooi laagje op. Dat is mooi spul. Dan gaan we de sporen los trekken met de woelpoot. En dan kunnen we daarna een keer gaan ploegen. Tijd voor koffie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.